Dag Hugo, allereerst welkom bij het team van Peker van der Groen. Ja. Van Made4You adviseurs. En we zijn heel blij dat je ons team komt versterken. Maar ik denk dat het goed is dat je jezelf eens even introduceert. En wat vertelt zo dadelijk ook over je bedrijf, maar aan jou het woord. Ja, ik ben natuurlijk ook heel erg blij dat ik het team mag versterken. Ik zocht er al langer wat bij, zeker om in de fokkerij iets erbij te gaan doen. Het is niet zo dat ik ga stoppen met mijn bedrijf, maar iets te langs, iets in de fokkerij, daar zou ik heel erg zetten. En omdat ik al 17 jaar dus meedoe met Peker van der Kroon Fokkerijadvies, vind ik het fantastisch om mee te komen helpen. Uiteindelijk is fokkerij ook altijd jouw grote hobby geweest. Ja, absoluut. En heb ik gemerkt, met name ook op de studiereis, dat je mee was naar Amerika, naar Italië. Dat je ook een enorme kennis bezit van koefamilies, van stieren. En dat is voor ons een enorm waardevolle aanvulling in het team. Maar kun je wat vertellen over jezelf eerst? Even jezelf introduceren? Ja ik ben Hugo Pasters. Ik ben 47 jaar, getrouwd. Twee kinderen. Ik melk 125 koeien, traditioneel in de melkstal. Productie is flink omhoog gegaan na de superheffing. Het zat er al altijd in, qua fokkerij en zo. Maar mede ook door andere voeding en zo is het er ook echt uitgekomen. En dan zie je dus ook dat die koe die goed gebouwd is, dat hij het ook makkelijk kan. Dat hij het aan kan en dat hij dus gewoon heel makkelijk veel melk kan produceren. Wel een intensief bedrijf. We hebben niet echt heel veel hectares. We hebben zeg maar nu rond de 25 hectare gras. Ook rond de 20 hectare maisland. Waardoor ik laat veel door de loonwerker doen, zodat ik er zelf minder tijd aan kwijt ben en ik meer kan gaan werken, zou je maar zeggen. En tussen de koeien kan zitten. Dus koeien is echt mijn ding. Maar goed, land willen we natuurlijk ook zo goed mogelijk doen. En we zijn natuurlijk wel een melkveebedrijf wat goed wil draaien en positief wil draaien. Wat voel je naast maïsgras? In het rantsoen, kun je daar iets meer over zeggen? Ja, eigenlijk voeren we altijd bierworstel. Een super product, houdt koeien gezond, houdt de glans er mooi op. Zorgt er ook voor dat die pens stabiel blijven. En heeft nog een beetje extra eiwit, wat we ook kunnen gebruiken. De stapel die we hier hebben, die hebben we natuurlijk sinds een 30 jaar, sinds ik van school af ben, opgebouwd. Van tevoren hadden we ook al niet heel slechte koeien, maar we komen natuurlijk van MRI af, van origine, eind jaren 70. Je gebruikt dan altijd de stieren van KI's die ze promoten. Iedere keer hebben ze weer een nieuwe topper en op een gegeven moment, als je dan een keer een slechte aanmaakt, zeg je ja, maar we hebben er nou één. Ja, daar wou ik toch een beetje vanaf. Ik wil er toch lijn in brengen. En zodoende kwam ik dus ook bij Peker van der Kroon terecht. Die hebben toch goede instrumenten om ook die stieren te selecteren die je eigenlijk wilt gebruiken. Ja, wat willen we dan gebruiken? We willen levensduur. Ik denk dat elke boer dat wil. Levensduur, eiwit, productie, makkelijk werken, goede benen, celgetal. Dat zijn de dingen waar we eigenlijk in het begin van de jaren eigenlijk flink op gefocust hebben. En de laatste jaren zitten we toch wel wat meer op exterieur. Omdat ik ga ook nog eens een keer graag naar een fokdag. En de mooie koe melken, ja, dat is toch elke dag weer een feest om dat te mogen doen. Zodoende dat kwaliteit exterieur de laatste jaar toch een beetje de overhand zal ik niet zeggen. Maar toch wel meer in de veestapel is gekomen. Ook heb ik in het verleden ook wel wat satelliet embryo's van het CRV in ingezet met wisselende resultaten, maar ik heb er ook hele goede van, maar ik heb er ook hele slechte van gehad. Dus gemiddeld genomen zijn mijn eigen dieren toch wel wat constanter in kwaliteit en ben ik daar toch een beetje vanaf. Lijkt net als ze overal melk van maken. We zitten eigenlijk al de hele winter zo boven de 40 liter gemiddeld. Komt ook wel omdat we een herfst afkalvende veestapel hebben, dus hij is erg vers midden in de winter. Mm-hmm. Momenteel met de weidegang erbij en de iets warmere temperaturen is het toch wel iets zakkende.
Maar we worden gewoon tegen de 12.000 voorspeld. Welk vet- en eiwitpercentage rond jaar gemiddelde heb je daar nu nog bij? Ja, het vet zit net boven de 4, zeg maar 14 jaar gemiddelde. Eiwit 3,50, dat is in het verleden wel hoger geweest. Maar ja, als je die erg veel liters gaat maken, krijg je toch wat verdunning. Ja, Hugo, naar aanleiding van het feit dat jij ons team komt versterken, het feit dat we hier al zoveel jaren samen in feite een fokkerijplan uitwerken. Ja. En dat we van mening zijn dat dat tot hele mooie resultaten heeft geleid. Heb ik begrepen dat jij heel graag een dag wilt organiseren waarin melkveehouders zelf kunnen komen kijken op het erf hier? Kun je daar iets meer over zeggen? In september willen we dus een soort van open dag houden voor fokkerijen geïnteresseerden, voor een Made for You geïnteresseerden. En om te laten zien van, waar kunnen we heen met die veestapel? Hoe kunnen we dat bereiken? En hoe heb ik dat bereikt? Dus dat is eigenlijk meer een resultatendag. Hè? Hartstikke goed. Zo kun je het zeggen. Zaterdag 1 september. Ja. Kom allen kijken. Een van mijn favoriete koeien. Ze is fantastisch ontwikkeld. Niet al te groot. Hele beste benen, heel best uier en een zeer goede productie.